bloemplant. Ja, bloemplant. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben al een tijdje wakker. Ik heb Ro ook al aan de telefoon. Het is vandaag woensdag 21 augustus 2019. Het is nu 8 uur 55 in de ochtend. Dus bijna 9 uur. Ik ga er zo uit. Ja, en dan ga ik zo aankleden. En dan ga ik zo de hondjes doen. En dan daarna rond 10 uur half 11. Tussen die tijd. Dan ga ik weer met de kleine meelopen. Gaat mijn begeleidster Caroline ook lekker mee. En dan pik ik Ro thuis op tussen 10 en half 11. Dus ik denk dat ik lekker bij tijds ga. Dus als Caroline hier is om 10 uur, dat ik dan gelijk doorga. Dus dat gaan jullie dan ook wel weer zien. Alleen Caroline mag er niet op. In verband met de privacywetgeving. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Ja, yeah. Het is nu alweer 9:30. Ik ga even zo even met leed en lof verlopen. Gewoon eventjes een normaal blokje. Want Caroline die staat hier om 10 uur voor de deur. Dan daarna ga ik met lof richting, samen met Caroline naar Ro toe. Gaan we met de twee zusjes eventjes, zodat ze hun energie kwijt kunnen. Daarna, dan is gewoon weer thuis, vanzelf. De natuurlijk. Hi Messi. Hi. En daarna is het dus, dat Caroline weer straks weer naar huis gaat. Nou ja, naar huis of gewoon verder met de werk. Hi. Kom maar. Kom maar. Niet? Kom dan. Ja, kom. Kom eens hier. Kom hier dan. Knuf, kom hier. Kom dan. Kom, 1, 2. Ja. Hi. Wil je niet? Jij bent lief. Jij bent lief. Nee, ben je er weer zat van? Oké. Ja, dus dan gaat Caroline ook gewoon weer naar de werk of naar het huis. Het is maar net welke dienst ze heeft. En dan is het dat ik dus nog met Leed eventjes alleen. En zonder lof, want dat moet ze ook leren. Dat ga ik nu pas doen. Een beetje laat, maar oké. Dat ik dus met Leed eventjes nog een klein blokje ga doen. Dan is het dus dat ik naar Ro toe ga. Want daar komt zijn begeleidster rond 1 uur. En dan daarna gaan we dus naar onze interim coördinator Fatima. Ja, dan gaan we alweer dingen zo vast regelen voor school. Dus ja, ik ga niet vloggen bij Fatima, dat ga ik niet doen. Dus we vloggen wel zoveel mogelijk, maar dat weten jullie. Dus ja, het is eventjes kijken en roeien met de riemen die we nu hebben. Ja. En ik ga denk ik de GoPro, denk ik, in de auto knallen. Is leuk. Dat ga ik denk ik sowieso doen. Wie gaat er zo mee met mij? Ja, ook jij? Ga jij zo mee met mij? Waar is Lady dan? Ja, we willen dus eruit. Dus tot zo. Waar is Lady dan? Ga Lady halen. Oh ja. Oh ja, dat was een lekkere windvlag. Hi. Hey. Hallo, koekoek. Dit moet allemaal nog opgeruimd worden. Dat is allemaal nog administratie wat allemaal betaald is, et cetera. Maar dat moet nog allemaal in mijn mappen. Hier had ik nog geen zin in. De afgelopen zomervakantie. Ga ik ook het weekend doen. Hi. Koekoek. Hi. Jij bent lief. Daar ligt nog eentje die zo lief is. Ja, dat ben jij. Wel waar.
Krekkie. Hey. Ik heb hem niet ingezoomd, dacht ik even. Kijk eens. Dankjewel. Mooie foto van jou. Lady! Ga je mee? Leed. Plasje poepen doen. Hey, kom hier. Kom hier. Kom dan. Nee, lekker warm hè? In die zon. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik ga jullie aanlijnen. Yep. Ja, wie gaat er mee? Even mijn zonnebril pakken. Lef. Wachten. Wakken. Net ging ze er helemaal in hangen. Doe maar meisje, ga er maar lekker even in hangen, mag. Doe maar. Nu niet. Mag hoor. Het is lekker, hè? Het is lekker. Kijk, dat is wat ik bedoel. Ze gaat er helemaal in hangen. Helemaal zo. Vindt ze zo lekker? Dit vindt ze zo lekker. Bosjesvrouw ook, hè, ben jij? Je bent een bosjesvrouw, wist je dat? Je bent een bosjesvrouw, schat. Je neemt alles mee. Je neemt alles mee. Kom eens hier, wijfie. Je neemt alles mee, hè. Ja, oh. Wat zijn dat ook twee lekkere dingen ook, hè. Lekkere wijfie, kom eens hier. Leed, kom eens hier. Kom eens hier. Mag ik nog wat van jou afhalen dan? Wachten. Blijf. Oh, lekker bezig jij ook, hè. Ja. Gaan jullie mee? Los. Oh. Ja, je mag hem meenemen, maar ik weet hoe je bent. Want dan ga je weer trekken. Dus nou nog even niet. Kom, los. Goed zo. Ben je braaf. Wat is dat, lof? En daar is Lovely. Waar is Beauty? Oh, daar. Lekkere meiden. Je ziet er ook mooi ook, hè, met dat schutkleur. Kom maar.
Nee, door. Goed zo. Morgen. Kijk, en ga je lekker in het kroost? Dat maakt me niet uit. Allemaal lekker in het kroost. Ja hoor. Het water is weer uitgevonden. Oké, moet je weer blaffen? Gek doen? Geluid maken? Ja, dacht ik al. Waar is zus? Oh, daar. Ze is snel, hè? Ja, maar dat wordt Lofly ook alweer, hoor. Sneller. Het is hier zo mooi om te lopen. Kijk. Kom dan! Lekker die kraan omhoog van je. Oh ja. Gaat ook graven. Ze moet de zus bij gaan houden. Moet het juist op hebben. Dan gaan jullie zwemmen en dan ga ik filmen en dan gaan jullie stoppen met zwemmen. Ja, ja. What else? Ga zwemmen dan. Go. Lekker hè, meiden. Lekker hè. Nee. Ga zwemmen. Go. Zo. Je zal het water in moeten, zus. Ga het water in dan zwemmen. Go. Oh. Zo, takkie. Ja, dat is een heel groot takkie, hoor. Moet ik zo even kijken of Caroline er niet op staat thuis. Want ik moest er net heel snel draaien. Dat denk je dat, ja. Neem maar mee. Lekkere meiden. Ga kijken dan. En ga stokkie pakken dan. Help je zus. Even een handje. Zo. Bart. En die takken hebben ze weggehaald, schat. Ga rennen dan. Ga rennen. Ga je zus uitdagen. Go. 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 Maar je hoort wat er weer is aangekomen. Wat kan jij geluid maken, zeg. Lof. Kun jij geluid maken?
Ja, en daar word je ook moe van, hè? Geluid maken. Het is echt een waterrat, hoor, beide. Heerlijk. Afkoeling, hè? Ga je zus uitdagen dan? Ga je zus uitdagen? Oh nee, graffen. Ga je zus uitdagen? Ben je moe, meis? Nee, stop. Ja. Ga kijken dan. Ja, stop je. Ga pakken. Ja. Ga pakken. Oh, echt niet? Ja. Pak echt niet? Mooie foto van jou maken. Niet? Ga pakken, Stokkie. Stokkie pakken. Stokkie pakken. Love, hier. Hier, Stokkie. Stokkie pakken dan. Ga pakken. I got ya. Ik heb foto van jullie met stokjes. Wie is er sterker? Wie is er sterker? Zo, ik ben dus nu onderweg naar Rome. Ik ga lekker uitje eten. Heerlijk. En dan ga ik nog eens een ander eitje eten. Maar nu eerst even naar Rome. Lopend. Dan moet ik zometeen nog mijn GoPro even halen van boven bij mij. En mijn portemonnee. En de autosleutels. En dan, ja... Even kijken en dan gaan we dus naar Fatima toe. Dus ja, een druk boekje. Jo, kijk, daar hebben we Ro. Ja, ik heb Ro even opgehaald. Van huis, ja. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja, denk het wel. Dat is mooi. Wat zei je? Denk het wel. Want, waarom denk je dat? Vogeltjes zijn, vogeltjes fluiten. Nou, de vogeltjes hoor ik niet hoor. Schreeuwmeeuwen dan. Hè? Huh? Schreeuwmeeuwen. Is dat zo, want? Die ziet er toch een schreeuwwand uit, die jonge meeuwen. Ja, maar nou niet. Even rustig. Nou ja. Dus ja, we gaan weer even naar mijn huis. Even dingen even ophalen. Misschien dat ik nog wat anders aantrek. Zoals dit. Vind ik niet zo heel mooi. Voor nu. Nee. Dus maar mijn jas heb ik weer aan. Hij is lekker schoon. Scheelt weer. Had ik al net al aan. Ik kwam op dat moment lekker warm uit een droge. Dat is fijn. Ja, dat is lekker. Nou, wij gaan dus nu even naar mijn huis. Even dingen pakken. En dan gaan we on tour. Ja, we zijn dus nu ergens anders. En we hebben wat gekocht. Hele mooie, kijk. Ja, wacht even. Ja, een hele mooie bloemplant. Ja, bloemplant. En nog met een mooie kaart erbij. Dus die gaan we zo meteen even in de auto eventjes tekenen. Even, nou ja, tekenen, schrijven. En ja, die gaan we dus nu eerst even achterin knallen. Nou ja, doen. Zetten.
Oh, met gemak. Kijk eens, hartstikke mooi. Kan met gemak. Ja, Rauw, dat komt toch goed. Komt toch goed. Nee, dat had je gewoon weer draaien. Ja. En je had hem net goed. Kijk, juist. Goed zo. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Zo, wat hebben we gedaan? Ik ga nu instappen en dan gaan we kaartjes schrijven. En dan gaan we op weg naar Vaat toe. Hartstikke idee. Ja, ik zit al in de auto. Dus komt het wel goed. Toch? Ja, en zoals ik dus eerder zei, we zitten dus in de auto. Ja, een hele mooie kaart. Heerlijk, hè? En dat is, het envelopje. Achterkant is ook heel mooi. En nou de voorkant. De binnenkant is ook heel mooi. Ja, en dat is de voorkant. Dat is mooi. Ja, lief toch. Nou, die gaan we eventjes ook schrijven. En dan komt dat wel weer goed. Hoop ik dan toch, zou jij zeggen. Vast wel. Dat is mooi. Heel vast en zeker. Ja, nou, het is nu alweer 10:30. Lange tijd niks van mij laten horen. Nee, dat klopt. Want we waren even op bezoek bij Fatima. Ja, wat dus al zei. En we hebben heel wat gedaan. We hebben de rooster gemaakt. Waar iedereen weer gaat staan voor de klas. En de aantal leerlingen bijgevuld. Eigenlijk gewoon nou niet en niet bijgevuld, maar even gecorrigeerd op de lijsten. We hebben de pleinindeling gedaan en heel veel gepraat en heerlijk gegeten. Dus dankjewel Vaat voor dat onwijs heerlijke eten. En ja, we hebben het gewoon heel erg naar ons zin gehad. Hè, vanaf 4:30 tot en met eigenlijk 10:15 vanavond. Dus helemaal top, dankjewel. En dan kom ik dus thuis even aan het lopen. En dan doe ik dus eigenlijk zo los. Zo. Ja, zo. Kom maar, ga maar naar boven. Los. Nog een trekje omhoog. Wachten. Wachten, wijfie. Wachten. Wachten. Wat een dik idee. Goed zo. Ga maar naar boven. Hey. Kom, kom. Boven dan. Kom. Ja. Hey, kom maar. Ga maar naar boven. Wachten. Klaar. Ga zitten. Zit. Zitten. Wachten. Terug. Wachten. Ga jij eens even opzouten doen. Blijf. Blijf. Ja, dat ik dat zeg. Even wachten. En dan moeten ze ook even wachten voor mij. Ja. Dus dan gaat mijn lijn. Zo. Zo. En dan de lijnen, kijk. Ik kwam vandaan in gangen. En daar mogen ze binnen. Kom maar. Ja, goed zo. Keurig. Wie wil nog even op balkon? Kom maar, balkon op. Kom maar. Ja, 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 ja. Mag je nog even lekker op balkon met mij, ja? Even kijken. Ja, hij doet het weer. Dat is mooi. Mag ik erbij? Ja, goed zo. Keurig. Nou, dan gaan ze nog even lekker op balkon. Kom maar. Ja. Goed zo. Ga naar buiten dan. Kom. Nou, dat is het ritueel als ik van buiten afkom. Ja, nou, ik ben alweer even een tijdje thuis en van honden. Al ongeveer 1:30, maar oké. Ik ga jullie bedanken. En ook namens mijn man Roderick voor het kijken naar deze geweldige, leuke, saaie, humoristische vlog.
Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen maar weer. Tot de volgende keer. Doei!